Dit is de derde dag van de ontvangstweek. Vandaag zijn Delftse inwoners en de nieuwe studenten bijeengekomen voor deze stormbaan. Dit zijn de huisregels. Wij gaan ontdekken of deze ook echt opgevolgd worden. Met wie ben ik? Met Gimon, technische natuurkunde student hier in Delft. Aan de Haagse Hoge HBO. Een OW-mentor, dus ik mag mensen begeleiden van hoe leuk Delft eigenlijk is. Wel een beetje te horen aan mijn stem af en toe ook. Ja, waar zijn we? We zitten hier in het Delftse Hout, bij de mooie stormbaan. Ben je er zelf al vanaf geweest? Nog niet, ik ga straks wel. Ik wacht nog op een paar andere mensen en dan gaan we samen in één keer een beetje racen, een beetje een soort competitie ervan maken. Je bent onderdeel van de organisatie. Wat is precies jouw rol? Ik ben hoofdcommunicatie en vicevoorzitter van het OW-bestuur dit jaar. Ja. En wat vind je van de stormbaan en de opkomst vandaag? Nou, het is de eerste keer dat we dit evenement organiseren. Dus dat was een beetje spannend hoe bekend zou zijn. Maar ja, we zijn echt heel blij met de opkomst. En ik ben ook heel blij met hoe het eruit ziet. Het was wel spannend, maar ja, het gaat supergoed eigenlijk. Ja. Is dit voor herhaling vatbaar? Ja, zeker wel. Ik denk dat we dit zeker gaan aanraden naar het bestuur van volgend jaar. Ja. En ja, wat zou je tegen de nieuwe studenten zeggen die nieuw in Delft zijn? Leer vooral heel veel mensen kennen. Heb heel veel plezier en let goed op jezelf. Wat voor armband heb je precies om? Vorig jaar zijn we de campagne gestart Ben Je Oké? Samen met de Stichting Rutgers. En deze stichting gaat om de mentale welzijn van mensen, van studenten. En toen zijn we gestart met in samenwerking met alle verenigingen van Delft. Met posters ophangen op alle toiletten. Dat je op elke vereniging weet naar wie je toe moet stappen. Als er iets is, als je vragen hebt of zoiets. Dit jaar hebben we dat uitgebreid met de aanvoerdersband. En deze is het, iedereen van de vereniging op wie jij dus af kan stappen, heeft dezelfde aanvoerdersband. Dus het is makkelijk om iemand te herkennen die... die je kan vertrouwen en die je kan helpen. Zijn jullie al op de stormbaan geweest? Ik kom er net vandaan en het was wel heftig. Ik heb mijn mentor kinderen wel even om hulp gevraagd soms. Heb je ook al een beetje kennis kunnen maken met de studentenverenigingen? Ja, er was een parade aan het begin. Gisteren waren het allemaal feesten. Dus dat was ook wel leuk. Ik weet zelf ook al bij welke studentenvereniging ik ga. Dus dat is heel fijn. Ja, we staan nu natuurlijk bij de stormbaan. Ben je er al vanaf geweest? Ja, ik ben er net één keer vanaf geweest, maar ik ga niet nog een keer. Waarom? Ja, hij was wel heel heftig. Veel springen. Wat ga je studeren? Technische natuurkunde. In Delft. Ja. Leuk, veel plezier nog vandaag. Ja, dankjewel. Jij ook. Dank je. Ben je student of inwoner van Delft? Ik ga student worden volgend jaar. Dus ik ben nu voor de introweek. En wat vind je van Delft tot nu toe? Ik vind het een leuke stad. Ik vind ook veel studentenverenigingen leuk, dus ik heb het wel naar mijn zin zeker. Ga je voor één inschrijven? Ja, denk het wel. Voor de vechtsportvereniging, want dat doe ik al heel lang, sinds ik een kind was. Dus daar wil ik wel door mee gaan. Ja, gaaf. En wat ben je nu eigenlijk aan het doen? Ik weet het ook niet zo goed. Volgens mij een bubbelvoetbal, waarin we elkaar kunnen beuken. Het ziet er wel leuk uit. Met wie ben ik hier? Je bent met Ruben Boers. Student of inwoner van Delft? Aankomend student en aankomend inwoner. Dus ja, wordt leuk. Wat vind je van Delft tot nu toe? Ik vind het hartstikke leuk. Er is genoeg bier te bekennen, genoeg alcohol te bekennen. Dus dat vult zichzelf aan, denk ik. Ja. En gaat zo'n stormbaan dan beter met of zonder bier? Met. Zonder twijfel. Ik heb nu geen bier in mijn handen dan natuurlijk, maar er zit wel alcohol in. Dus dat. Ja. Dit was dag 3 van de ontvangstweek. Bedankt voor het kijken.